welkom in deze nieuwe video van Zamex.nl. Wij zijn bezig met het openmaken van de Brilliant Stars Elite Trainer Box. We hebben de eerste twee packs gedaan, we hebben de unboxing gedaan. En we gaan vandaag weer twee nieuwe packs openmaken. En die zitten allemaal in deze box. We gaan er twee achterste pakken, ik heb ze allemaal geshuffeld. Dus ik heb geen idee welke de eerste, de laatste en de middelste was. Vandaag gaan wij deze twee packs openmaken. En we beginnen met deze. Eens kijken of wij vandaag hier de Charizard eruit kunnen halen. Let's go. De codekaart gaat opzij. 1, 2, 3, 4 naar voren. Welke kleur energy kiezen jullie? Ik ga weer voor de lightning. Hij moet toch een keertje vallen. Welke kiezen jullie? Komt ie. De darkness energy. Ik vind deze echt wel stukken mooier geworden ook met al die stipjes eromheen. Let's go. Een dusklop. Nee, een dusklops. Een beartic. Een trainer Roshan backup. Een Baltoy, een Axew, Nosepass, Snorrant, Clink, een Reverse Fracture. Mooie Pokémon ook. De laatste kaart. Een Holo Lugia, oh nee, Lucario. Een mooie kaart. En gelijk een heel klein hitje eruit. Deze had gelijk even een sleevey. Hoppa. En dan hebben we nog dit pakje te gaan. Kijken of we hier nou een dikke hit uit kunnen halen. Elke dag weer spannend om het te doen. De codekaart gaat gewoon weer lekker opzij. Eén, twee, drie, vier. Naar voren. Oké, jongens, gaan we weer. Welke kleur energy? Ik ga weer voor de lightning. Komt-ie. Psychic. Psychic energy. Een trainer Collapse Stadium. Een Lucario. Trainer Pot Helmet. Een Karrablast, een Clefairy, een Cherubi, een Salk, Corphish, een Reverse Crawdown. Super vet, laatste kaart, een Flygon. Geen super grote hits uit deze twee packs. Maar wel een mooi holootje, Lucario. Lekker voor de collectie, telt ook weer mee. En dan gaan we de volgende video weer twee packs openmaken. En kijken of we dan die Charizard eruit kunnen halen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, like deze video. Hey, en zet hieronder een leuke reactie neer, hè? Leuk. Vind ik altijd leuk om een leuke reactie te lezen. En dan zien we elkaar weer bij de volgende video, de volgende dag. En voor nu tot... Laters!